Dit is taxibedrijf Zolang We Rijden. Ze hebben geen inzicht in hun wagenpark. Onbetrouwbare apparatuur en slechte verbindingen met de centrale. De kosten lopen op. De klanten zijn ontevreden en ze maken geen winst meer. Natuurlijk zijn ze hier niet blij mee, maar zolang ze rijden... Maar tijden veranderen en ze moeten zich aanpassen om te overleven. Ze beseffen dat het zo niet langer kan. Hoe beheren we de systemen in ons wagenpark? Hoe krijgen we chauffeurs en klanten tevreden?